Goedemorgen. Het is nog een soort van... Nou, het is niet meer donker, maar... Daar is de maan nog. En de lichtjes zijn nog heel goed zichtbaar. Dus het is wel vroeg. Het is ook heel vroeg. Ik lig al een tijdje wakker. En ik lig naar de vogels te luisteren. En ik dacht, ik ga naar zee. Ik ga wakker worden aan zee. Gewoon daar zijn. Zitten. En even andere energie. Weet je, ik word elke ochtend wakker met pijn. En ja, dat hebben heel veel meer mensen, maar ik kan dat slecht. Ik weet inmiddels ook wat de pijn triggert. Allemaal emoties. En ik wil zo graag andere keuzes maken. Maar de grote keuze kost nu nog te veel kracht of zo. Kan het niet, ik weet het niet. Dus ik lag net te denken, ik hoorde de vogeltjes al. Het was nog donker toen ik wakker werd. Het was vroeg. Maar ik dacht, laat me dan kleine andere keuzes maken. Laat me dan nou niet gaan slapen verder. Maar laat me naar het strand rijden. En daar gaan zitten. Dus dat is wat ik ga doen. Kleinere keuzes maken. Zodat ik mezelf klaarmaak om de grotere keuzes ook te maken. Ondertussen blijf ik lezen in mijn boek, blijf ik leren. En blijf ik vooral ook genieten van de kleine dingen. Want dat doe ik wel echt. En hier zit ik dan al 1,5-2 uur aan het strand. Ik heb zitten lezen, ik heb hier lekker aan het strand gelopen. Ik wilde eigenlijk weer starten met de podcast opnemen. Daarom was ik hier aan het water gaan zitten. Maar die app opent niet, dus nou ja, voor nu niet. Ik heb even wat
yoga oefeningen gedaan. Ik voel nu nog de behoefte opkomen om te schrijven. En dat is het. Volgens mij is het vandaag, even kijken. Ja, het is 31 december. De laatste dag in het jaar. Wat een bijzonder jaar. Deze afsluiting. Die laatste maand. Ik heb er nog even geen woorden voor. Maar ja. Hier zit ik dan, zullen we maar zeggen. En ik zal je vandaag meenemen door alle dingen die ik nog meer ga doen. Woehoe! On top of the hill! Nee, helemaal niet. Maar lekker! De tas even laten vallen. Zweet op mijn voorhoofd. Maar dat gaat vandaag niet meer veranderen. Maar kijk even. En daar op blauwe water. Ah, lekker man. Ah, laatste dag van het jaar. Dagjewel hoor. Vanmorgen al aan zee geweest. Daarna heerlijk in de tuin bezig geweest. En nu weer aan zee. Voor deze heb ik wel een stukje moeten lopen hoor. Dat is wel een pittig stukje. Maar wel heel erg lekker. Kijk even. Ik moest heel even uit het water, want ik was daar, kan ik dat zo zien? Ja, daarachter waar het helemaal lichtblauw is, daar was ik naartoe gezwommen. Maar ik kreeg kramp in mijn benen, dat heb ik echt nog nooit gehad. En gelukkig zwem ik heel vaak alleen maar met mijn armen. Dus, maar ik dacht, ik ga wel heel even uit het water, even een appeltje eten en dan dadelijk weer lekker in het water. En vanavond ga ik op een berg zitten. Oh, buiten, vuurwerk kijken. Het is regenseizoen of het is regenseizoen? Lekker in zee en het chillen. Regen. We moesten even onze spullen droog weg proberen te zetten. En dat gebeurt daar. Dus ik ben nu hierboven. Boven. Ik ga hier eventjes. Ik loop op mijn blote voetjes. Dit is trouwens wel echt even dat witte zand op je voetjes. Best feeling. Ik loop even naar het trappetje. En then here we go. Daar beneden was ik net. Kijk hoe mooi. Zo lekker. En het is gewoon 31 december. Weet je dat ik dat... Ik me zo vaak besef. En dat het hier eigenlijk zo normaal is. En... Ja, weten dat het nu in Nederland koud, guur... Ik hoop wel droog is, maar ja. En dan hier gewoon op 31 december naar een strand kunnen hiken. Komt een hele mooie vlinder aan. Naar een strand kunnen hiken en gewoon lekker de hele middag in zee kunnen zwemmen. 31 december kan gewoon even
Ik heb uiteindelijk echt weer zee gelegen en echt even gedacht, oké. Okay. Alles van afgelopen jaar wat niet mee hoeft. Spoel maar van me af. Spoel maar weg. Laat maar los. En breng maar nieuwe energie. Fijne energie. En ik kreeg net al een heel lief voorstel. Van iemand die mij een beetje wil helpen. Zo lief. Dus ja. Things are already changing. Things are already changing. Ja. Toch wel weer een beetje blij hier.